Hier zijn we dan weer met deel 2 van onze Creation Community Video Series. Vorige keer hebben we aangegeven wat de bedoeling is van deze sessies en wat je de komende tijd van ons mag verwachten. Mocht je die gemist hebben, check dan de link hieronder. Vandaag starten we met het eerste deel over argumenten die het bestaan van God aantonen. Bewijzen, zoals we dat in een rechtszaal zouden doen, dat kunnen we zeker niet, want anders zouden wij groter dan God zijn. Maar net zo min. Is het niet mogelijk te bewijzen dat God niet bestaat. Er zijn een heleboel zaken die we zouden kunnen aanhalen, maar omwille van de tijd willen we ons concentreren op vier argumenten. In deze aflevering gaan we het hebben over het intelligent ontwerp. De volgende keer dan praten we over informatie, daarna over de wet van biogenesis, of anders gezegd, waar komt het leven vandaan. En in de vierde sessie zullen we ook wat meer filosofische zaken bekijken, zoals absolute moraliteit en vrije wil. Nou, het eerste argument, welke zeker het bestaan van God bevestigt, is die van het ontwerp. We herkennen allemaal meteen als iets is ontworpen of als het door pure natuurlijke processen tot stand is gekomen. Een goed voorbeeld hiervan zien we in Amerika bij Mount Rosmar. Daar heeft de beeldhouwer op meesterlijke wijze de gezichten van vier Amerikaanse presidenten gemaakt in de berg Geen enkel weldenkend mens zou hiernaar kijken en zeggen van wauw, tof man dat wind en regen toevallig zo'n vorm in de berg heeft gemaakt. <laughs> kan niet. Ook al hebben we de beeldhouwers niet in actie gezien, we weten dat het ontworpen is. Op dezelfde wijze kunnen we om ons heen kijken en als we dezelfde maatstaven hanteren, Zullen we zeker Gods op wonderbaarlijke ontwerpen kunnen aanschouwen? Maar als we met twee maten meten, dan komen we vaak op een verkeerd spoor. En dat zien we helaas steeds weer terug in deze hele discussie tussen schepping en evolutie. Aan de ene kant redeneren we heel logisch als we de alledaagse realiteit beoordelen. We weten precies wat wel of niet kan. Maar als het komt op zaken met betrekking tot onze oorsprong, dan lijkt het alsof we een heel andere maatstaf gebruiken. Laten we met een voorbeeld illustreren. Stel dat iemand probleem heeft met zijn gehoor. Hij gaat naar de KNO en die geeft hem een superhandig gehoorapparaat met de nieuwste snufjes. Ja maar, maar je hebt bank. Nou, je zal het niet in je hoofd halen om de maker van het gehoorapparaat te vertellen dat zijn technisch hoogstandje door puur toeval tot stand is gekomen. <laughs> de fabrikant zal zwaar beledigd zijn, omdat er waarschijnlijk jaren aan research is vooraf gegaan. Maar dan kijken we naar ons echt hoor. Die vele malen complexer en beter is dan die namak om dan te beredeneren dat die wel door toeval is ontwikkeld. Dat is natuurlijk jammer. In de Bijbel staat het duidelijk aangegeven. Het is door God ontworpen. Er staat in Spreuken 20 vers 12, een oor dat hoort en een oog dat ziet. Ook die beide heeft de Heer gemaakt. Net als het gehoorapparaat proberen wij mensen op veel andere gebieden de ontwerpen uit de natuur te kopiëren... Om ja, die bleken heel efficiënt te zijn. We kunnen een paar voorbeelden hiervan opnoemen. Spinnenrag dat lijkt op een heel zwak spulletje, omdat het heel erg dun is. Maar als je een heleboel bij elkaar zou brengen, kan je supersterke materialen ermee maken. Zelfs kogelwerende vesten. Want het blijkt dat bij een gelijk gewicht spinnenracht vijf keer zo sterk is als staal. Vinnen van walvissen bleken door de onregelmatige vorm van de randen juist een hogere, efficiëntie te hebben. Nou, dit werd gekopieerd en onder andere voor windturbines gebruikt die nu een veel hoger rendement hebben. Een snelheidsterrein in Japan die kreeg problemen als ze uit de tunnel kwamen vanwege luchtdrukverschil binnen en buiten de tunnel. Maar ze hebben afgekeken van deze vogel, de kingfisher, die in het water duikt met een kleine 40 km per uur zonder een splash te geven. En daar hebben ze de vorm van die terrein daarnaar aangepast. En nu kan het terrein met 15% minder energie zelfs sneller uit die tunnel gaan. Het intelligente ontwerp zien we dus overal terug in de natuur om ons heen. Neem gewoon je tijd om bijvoorbeeld heel goed naar een insect te kijken. Dit beestje heeft bij zijn poten een soort boog die hij spant, waardoor hij snel kan wegspringen wel meer dan 100 maal zijn lichaamslengte. Maar stel dat die ene poot net een milliseconde sneller is dan die ander. Ha, maar wel een probleem. Amen. Maar nee, het ontwerp is magnifiek. Het bleek dat de poten middels een gearbox met elkaar verbonden zijn. Waardoor het springen helemaal gesynchroniseerd gaat. Maar als God niet bestaat, dan zijn al deze ontwerpen, inclusief die wij proberen, het geval van puur toeval. Want niks naar de hoor. Dus gaat men ervan uit, zoals Darwin dat beweerde. Dat je ergens begint met een heel eenvoudig organisme dat zichzelf kan vermenigvuldigen. En bij die duplicatie krijg je af en toe een mutatie. En als dat per toeval beter is voor het organisme, dan wordt het geselecteerd. En het uiteindelijke ontwerp komt dus tot stand door mutaties en natuurlijke selectie. Bietje bij beetje. Maar hoe realistisch is dat? Er is namelijk een conditie welke de gedachte van een langzame geleidelijke ontwikkeling weerlegt. En deze wordt het onherleidbaar, complex systeem genoemd. Als je wil weten als een systeem theoretisch in kleine stappen zou kunnen zijn ontwikkeld, dan is het een methode om telkens iets ervan te slopen, waarbij het geheel nog een bruikbare functie moet hebben. Want als dat er niet is, dan heeft het geen voordeel voor het organisme en dan zal het ook niet door natuurlijke selectie in stand worden gehouden. Laten we proberen te verduidelijken. We hebben hier een mooie klassieke auto. Als ik de linker van weghaal, is het nog een auto? Natuurlijk wel. Maar zo kan ik een heleboel overbodige zaken weghalen, zoals de radio, de bumper, achterbank, karko. Een heleboel stukken kunnen weghalen. En we praten nog steeds van, ja, een beetje auto. Maar er komt een punt waarbij je zegt van wacht even, nog maar één onderdeel en het functioneert niet meer als auto. Dan spreken we van een onherleidbaar complex systeem. Amano, moro, eenvoudig. Je hebt dus een minimaal aantal onderdelen nodig om het systeem te laten werken. Eentje minder en dan ergo. Een praktisch voorbeeld hiervan zien we bij een muizenval. Die bestaat uit negen onderdelen. Laat slechts eentje achterwegen en het werkt niet meer. Nu zien we in de natuur tal van voorbeelden van onherleidbare complexe systemen. Waarbij verschillende onderdelen samen moeten werken om het geheel te laten functioneren. Denk bijvoorbeeld aan ons eigen bloedsomloop. Een subliem ontwerp met ons hart als pomp, met bloed als transportmiddel en met de aders om het bloed naar de juiste plek te brengen. Maar het geheel moet wel vanaf dag 1 goed werken. De vraag is, welke van deze drie was dan het eerste ontwikkeld? Als het door evolutie tot stand gekomen is. Wat voor nut heeft het hart als er geen bloed is om gepompt te worden? En waarvoor is bloed nodig als je geen aders hebt om het naar de juiste plek te brengen? Als we ervan uitgaan wat er in de Bijbel staat, dan zien we dat God het in het begin perfect en volledig functionerend gemaakt heeft. En dat is veel logischer dan een beetje bij beetje ontwikkeling met onvolledige, niet werkende tussenvormen die dan ook niet geselecteerd zouden worden. Ook op microniveau zien we voorbeelden van deze onherleidbare complexe systemen. Neem bijvoorbeeld de staart van een bacterie. Die heeft hij nodig om zich voor te bewegen. Bestaat uit ongeveer 40 delen die allemaal aanwezig moeten zijn. Nuzo, Amane, maar niet alleen op microniveau zien we Godse ontwerpen. Als we kijken naar het heelal, het universum, dan zien we, we alles zo nauwkeurig op elkaar is afgestemd. Te bedenken dat de aarde met een klein 100.000 km per uur om de zon draait. Als de aarde een beetje verder was van de zon, hoe ben je Was het een beetje dichterbij, hoe En toch blijft alles prima functioneren. Mind-blowing. Er staat ook in Psalm 19 vers 1. De hemelen vertellen Gods eer. En het uitspansel verkondigt het werk zijner handen. Tot slot kunnen we stellen dat als je naar de schepping kijkt. En herkent dat er sprake is van intelligent ontwerp. Die niet uit zichzelf kan zijn ontstaan dan mogen we concluderen dat God bestaat. Mits we dezelfde maatstaven gebruiken voor het beoordelen van onze huidige realiteit, als ook van onze oorsprong. Zo, de tijd zit er weer op. Zoals gezegd gaan we de volgende keer verder met de wet van biogenesis. Waar komt het leven vandaan? Maar voor we weggaan, nog even een algemene opmerking. De achtergrondinformatie van alles wat hier besproken is, kun je op onze website terugvinden. Ga naar creationdatabase.org, kies video's en selecteer daar de Creation Community video series. En daar zijn er per aflevering links met artikelen die over deze besproken materie gaat. Abon. Dat was het voor deze keer. See you next time. Ciao ciao.